D66 stond eigenlijk aan de basis van de aanpassing van de AOW-leeftijd. Want we worden allemaal gelukkig steeds ouder. En ja, om dan de AOW betaalbaar te maken, ja, moeten we ook wat langer werken. Maar dat is de afgelopen jaren in de crisis ook wel heel snel gegaan. Dus ik vind het heel begrijpelijk dat met name de vakbonden hebben gezegd, kan dat allemaal net iets minder snel. En natuurlijk, we blijven de pensioenleeftijd koppelen aan de levensverwachting. We worden nou eenmaal ouder. Maar we gaan dat iets minder snel doen, juist ook voor allemaal oudere werknemers die eigenlijk zich daar onvoldoende op hebben kunnen voorbereiden. Waar niet genoeg is geïnvesteerd in scholing of in het feit dat zij hun werk ook gezond kunnen blijven doen. Dus daarmee vind ik deze aanpassingen verstandig voor ouderen. Gaan we ook wat extra regelen voor zware beroepen. Maar tegelijkertijd vergeten we de jongeren niet. Want die pensioenleeftijd die zou ook in de toekomst heel ver stijgen. Elk jaar langer leven zou ook een heel jaar langer werken betekenen. En dat betekent dat voor iemand van mijn leeftijd de pensioenleeftijd al rond de 70 uit zou komen. En ook dat tempo passen we wat aan. Elk jaar langer leven wordt 8 maanden langer werken en 4 maanden langer pensioen. En daarmee zijn alle maatregelen van de AOW ook weer in balans. Goed voor gepensioneerden, goed voor werkenden en goed voor jongeren.